tonnen. Ik hoorde iemand naast me zeggen van, Frik zegt altijd, het gaat om de doelpunten. Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wil je ook goed spelen. Dat was vandaag in mijn positie niet het geval. Maar ja, goed, als je dan belangrijke 1-2 maakt in de laatste minuut, dan word je daar als uiteindelijk als spits op afgerekend. Het was een bijzondere wedstrijd, zeiden net vooraf ook al even. In Hoogeveen waren jullie de betere ploeg in de eerste helft. En nu was het andersom. Als het 5-0 had gestaan, hadden jullie dan mogen klagen? Nou, dan hadden we zeker mogen klagen, maar het was wel verdiend geweest. Ik bedoel, de eerste helft hadden we het heel moeilijk. We kwamen moeilijk onder de druk van Hoogeveen vandaan. En een paar momenten dat we langer in de ploeg hebben, dan kunnen we er onderuit komen. Maar we waren veel te snel kwijt, waardoor we eigenlijk kans op kans kregen. En ja, dan mogen we van geluk spreken dat het maar 1-0 staat in de rust. Dan ga je die kleedkamer in met slechts een 1-0 achterstand. Tweede helft wacht dan nog. Wat hebben jullie tegen elkaar gezegd? Wat is er omgezet? Ja, dat we vooral de bal langer in de ploeg moesten houden. En dat het vooral aan onszelf lag, zeg maar, dat we Hoogeveen te veel kansen gaven, omdat we gewoon de bal te snel kwijt waren. We hebben de tweede helft beter gedaan. En ik denk, tweede helft niet meer echt in de problemen geweest. Het was denk een gelijkwaardige pot. Ik denk dat we een goede penalty krijgen op 1-1. En vanuit de counter op het laatst, als Hoogeveen de risico nemen om te winnen, scoren wij de 2-1. En daar zijn wij uiteraard blij mee. Maar ja, goed, het is aan Hoogeveen zelf te wijten dat ze dat in de eerste helft niet beslist hebben. Klopt helemaal. Jullie hebben je nu definitief gehandhaafd. Dat was vorige week eigenlijk min of meer al het geval. Dat was ook de doelstelling, hè? Nou ja, weet je, op het begin wel natuurlijk. Hè. Je bent voor de eerste keer in de hoofdklas sinds lange tijd. Een jonge ploeg. Dus dat was in eerste instantie de doelstelling. Maar ja, in de winter stonden we er zeer behoorlijk voor. En dan wil je eigenlijk meer. Maar ja, we hebben een hele slechte fase gehad na de winter. En dan op een gegeven moment is handhaving de doelstelling. En nu 4 keer achter elkaar gewonnen. Dus we zijn er klaar mee voor dit seizoen. Met een talentvolle groep, hè? 16-jarigen op het middenveld? Ja, volgens mij vorige week en vandaag ook spelen we met 6 jongens onder de 19 jaar. Dus ja, en 2 oude rotten van 33, die mogen een beetje het gemiddelde omhoog trekken. Maar ja, goed, dat is mooi voor de club, zeg maar, want daar kunnen ze nog een aantal jaren mee vooruit. Ja. Heb je ook echt een mentorrol gehad dit jaar? Ja, vorig jaar ook wel. Ik probeer in ieder geval in het veld coachend mijn steentje bij te dragen. En goed, ik merk de laatste weken dat het fysiek allemaal wat moeilijker wordt voor mezelf. Dus dan probeer je nog wat momentjes te pakken waar je van waarde kan zijn. Dat is vandaag goed gelukt, maar ik probeer in ieder geval de jonge jongens veel te helpen binnen de ploeg. Is het moeilijk om straks afscheid te nemen met de stop? Nu zeg ik nee, maar ik denk als ik over 2 wedstrijden mijn laatste wedstrijd heb gespeeld en ik krijg van de club hier 31 mei nog een afscheidswedstrijd, dan zal dat lastig zijn. Maar prachtige periode gehad van 17 jaar seniorenvoetbal, maar het lichaam is op, dus het is tijd om te stoppen. Je zit natuurlijk jarenlang in zo'n ritme, hè? Ja, ik ga ook gewoon hetzelfde ritme door omdat ik trainer word. Alleen fysiek zal het een stuk minder zijn. We gaan een nieuwe carrière opstarten. Want het voetbalspeltje vind ik nog veel te leuk. Maar zelf voetballen is mooi geweest. Kijk even naar je carrière. Ja, lange tijd bij Achilles 29 gespeeld. Wat doet het je op dit moment dat die club eigenlijk zo in verval is? Ja, dat is natuurlijk hartstikke jammer. Ik heb zelf natuurlijk de degradatie meegemaakt vanuit de Jupiler League. Maar ja, dan is er nog op zich niks aan de hand. Daarna zijn er zoveel dingen gebeurd. Ook in het laatste jaar dat ik daar speelde, zoveel dingen gebeurd. En nogmaals, pijnlijk om te zien dat ze zo aan het afglijden zijn. Maar goed, ik kijk daar vooral terug op een hele mooie periode die ik daar heb gehad. En wat er nu gebeurt, daar heb ik zelf geen invloed meer op. Maar het is wel jammer om te zien. Ik denk dat je vooral te doen hebt met die mensen om die club heen. Hè? Ja, die mensen die daar belangeloos heel veel tijd en energie in hebben gestoken. Die krijgen nu ook alle shit over zich heen. En dat is jammer. En ik vind het vooral voor de supporters die in onze tijd met grote getalen langs de lijn stonden. Gewoon ontzettend jammer dat het zo gelopen is. Goed, een belangrijke rol vandaag gespeeld in de strijd om de titel. Die nog lang niet beslist is. Wie wordt de kampioen, denk je? Ja, ik heb de andere uitslagen nog niet gezien. Dus daar kan ik niks over zeggen. Maar goed, ik vind Dam en Hoogeveen voetballend de betere. En ik vind SDO qua volwassenheid het meeste hebben. Dus, en ik weet niet of RKZ er nog bij is gekomen, maar dat vond ik ook een hele behoorlijke ploeg. Dus ik wens ze alle 4 nog veel succes.